Ruud, heb je tot nu toe een goede week achter de rug? Ja, wisselend. We hebben zoals heel Nederland te maken gehad met de weersomstandigheden. Dus als je de faciliteiten bekijkt, het was eerst nog kunstgras en nu kunnen we gelukkig op gewoon gras trainen. Ja, ik kan me voorstellen dat het gelijkspel tegen PSV je wel tot de tevredenheid hebt gesteld. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Het resultaat zeker. Je weet tegen een topploeg dat je heel erg moet gaan verdedigen. Nou, PSV heeft wat mogelijkheden laten liggen, maar daarentegen sta je gewoon met de rust 1-0 voor en is de einduitslag 2-2. En de goal die Michiel maakt, ja, is natuurlijk een fantastische goal. Pinas pompt hem er weer in. Arweiler verlengt. Hier is de misser en het doelpunt van Kramer. De omhaal van Kramer vliegt erin. Had jij ooit gedacht dat hij dit in huis had gehad? Nee, maar ik doe wel eens vaker gekke dingen. Maar het is geweldig, zeker in het moment. Hè, als je in de 92e minuut zo'n goal maakt. Ja, ik zat mezelf voor te stellen, stel dat je dit had gehad voor een vol stadion met je eigen supporters in de 92e minuut. Ik denk dan explodeert het stadion en ja, dan is het jammer dat je supporters er niet zijn. Maar ja, wij op de bank explodeerden ook wel hoor. Het was geweldig hoe hij dat deed. Je doelman Martin Vrijzel, wat een wedstrijd keepte hij, hè? Ja, je weet, ik heb het wel eens in het verleden ook meegemaakt. Als je de mindere bent, zeker tegen PSV, die hebben gemiddeld 20 schoten op doel. En als je dan ziet hoe hij dat doet, met we wisten een geweldige reactie, maar hij heeft gewoon geweldig gekiept. En heeft ons eigenlijk ook in de wedstrijd gehouden. En mede daardoor hebben we denk ik met z'n allen een zwaar bevochten punt gepakt. Johnny Zuiverloon liet je na rust zijn rentree maken. Ja. Ik denk dat je ook wel blij voor hem bent. Ja, sowieso. Voor elke speler. En zeker voor Gianni, die heel lang is weg geweest en bij de groep zit. We vonden dat we op het middenveld wat meer duelkracht nodig hadden op dat moment. En nou, dan ben ik erg blij voor hem dat hij zijn minuten maakt. Ja. Helaas ook wat minder nieuws deze week bekend geworden over Daryl Janmaat, zijn blessure. Dat is wel een flinke aderlating. Ja, zonder meer. Je wil iedereen tot je beschikking hebben. En zeker Daryl Janmaat. Maar goed, aan de andere kant is het niet anders. En hoop ik dat hij goed herstelt. Wij moeten dat ook met deze jongens doen die we hebben. Er zijn meer jongens er niet bij. Dus laten we ons goed voorbereiden op Fortuna. Belangrijke week aan, met 3 wedstrijden in 7 dagen. Kan je deze wedstrijden ook wel een beetje bestempelen als misschien wel de week van de waarheid? Nee, dat kan ik niet. Omdat ik vind dat je met nog zoveel wedstrijden te gaan, blijf het dichtbij. Wij krijgen Willem II geloof ik 2 keer. Dus ja, waarom zou je dan al opgeven na een week als het tegen zit? Aan de andere kant, als het mee zit, dan kan je weer goede slagen maken. Dat ben ik wel met je eens, maar niet de week van de waarheid. We zijn vanaf januari zijn we hard aan het werk om resultaten te halen. En einde van het seizoen heb ik altijd gezegd, dan kunnen we de balans opmaken. Maar ja, laten we eerst maar Fortuna goed bestrijden en hopelijk die punten meenemen. Ja, Fortuna is een ploeg die vanuit een mindere fase nu echt de weg omhoog heeft gevonden. Dat is ook wel een weg waarschijnlijk wat jij ook voor ogen hebt. Maar dat team zat al behoorlijk bij elkaar, alleen qua resultaat niet. Dat ligt heel dicht bij elkaar. En ze doen het fantastisch. Is toch wel een dynamisch team met veel loopvermogen. Maar ja, tuurlijk willen wij dit ook. Wij willen ook graag uit die situatie weg, aansluiten naar boven. En dat wordt dus een mooie strijd daar, denk ik. Wat veel fans zich zullen afvragen is, zit Nasser El Khayati al bij de wedstrijdselectie? Ja, die zit bij de wedstrijdselectie. Ja. Hij traint deze week, zij nog wat aangepast. Maar hij zit wel bij de wedstrijdselectie, mits hij natuurlijk fit blijft de komende 2 trainingen.